mij het nog meest, wat wij het ergste vinden, is dat ze gewoon met brede paden in een afgesloten ruimte voor het uitvak met vier paden galopperend daar naar binnen kwamen. Nou, dat is gewoon letterlijk levensgevaarlijk, vooral voor ouders met kinderen. Wij als supportersclub vinden het heel belangrijk dat met uitwedstrijden ook kinderen mee kunnen en ouders en van alle leeftijden. En dan moet je het gevoel hebben dat je veilig bent. En dat gevoel was er zeker niet. En het ging buitenproportioneel hoe de politie daarop reageerde. Er zijn geen beelden van, maar PEC Zwolle supporters hebben zich niet welkom gevoeld afgelopen zaterdag bij de Arena in Amsterdam. Niet alleen werd de supportersbus vlak voor het Ajax Supporters Home geparkeerd, ook de politie leek op zijn minst partijdig. Ja, ik sta hier als bestuurder, dus ik moet me erg op mijn lip bijten. Maar ik ben hier natuurlijk eigenlijk wel heel erg boos om. En ook heel erg teleurgesteld dat dit moet plaatsvinden. Rond een fantastische mooie ontmoeting tussen de koploper en de landskampioen. Nou, wij hebben wel zoiets van, er moet iets veranderd worden bij die arena. Want ook, ik heb vandaag al berichten vanuit Utrecht en vanuit Heerenveen gehad, dat die dezelfde gevoelens hebben en zich daar ook niet veilig voelden, hoe ze daar ontvangen werden. Het Zwolse bestuur inventariseert de situatie en besluit dan of ze bij de KNVB een formele klacht zullen indienen. Even los van de emotie die er nu ligt, moeten we dat zakelijk, zeker wij zeg maar, als club, moeten we dat zakelijk blijven beschouwen. En dat betekent dat als we uiteindelijk er wat van vinden en we hebben dat onderbouwd, dan zullen we daar de supportersclub naar haar achterban en wij richting de KNVB op gaan acteren. Vanavond vindt het overleg plaats tussen het bestuur van PEC en haar supportersvereniging.